Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sarah Bettens pour la première fois dans ce magnifique studio d'ADA à Bruxelles pour les premières répétitions. Et c'est un vrai plaisir. Moi, c'est une femme que j'ai vue à la télé pendant toute mon adolescence. C'est une femme qui a une voix extraordinaire, qui a composé des très très beaux morceaux. Ik moet eerlijk zeggen dat voor mij Puggy nog redelijk onbekend was. Dus ik heb wel eens gaan rondhoren bij mijn broer en bij vrienden. En ik had niks aan goede dingen over meisje gehoord. Dus ik was heel enthousiast om met hem samen te werken. En ik vind wel dat ik mij bevind in heel goed gezelschap. Ik denk dat ik Sarah voor het eerst ontmoet heb toen we een voorprogramma deden voor Case Choice in Parijs, toevallig. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, l'alchimie entre moi et Ben sur scène, parce que je pense qu'on a beaucoup d'influences communes. Je pense qu'il a écouté énormément des Beatles, et à mon avis, du Queen aussi. Ça s'entend en tout cas dans sa musique. That's okay. In het songschrijven zit een soort voldoening, omdat het hard werken is. Omdat dat iets is dat niet natuurlijk komt, zoals het zingen. Ik speel al het langste drums. Dat is mijn eerste instrument. Ik was altijd heel erg aangetrokken door de blinkende trommels van de fanfare toen ik heel jong was. Please keep talking, never stop. Het is niet de meest logische keuze om ons drie samen te zetten en ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Pour moi, ce mélange, c'est quelque chose qui m'est très familier. Je pense que je me sens plus à la maison là-dedans que dans quelque chose d'uniforme et de constant. J'étais geen moeilijke ego's tussen de zes leuk. Het interessante aan die drie artiesten is het feit dat we die echt aan tafel hebben gekregen een maand voordat de productie plaatsvindt. Na de eerste repetitie voel ik toch een zekere chemie, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met dat iedereen serieus met zijn werk bezig is en houdt van popmuziek en van samenzingen. Ik vind toch wel dat er een link is tussen ons gedrieën. En dat zeg ik dan met enige trots, want het zijn echte muzikanten. Het feit dat de drie artiesten zelf componist zijn en auteur zijn in hun eigen liedjes, dat is wat die drie echt wel verbinden. De songkeuze is heel fijn. Ik denk dat er een grote variatie zal inzitten. Iedereen mag een beetje zijn eigen ding doen en dan komen we samen en amuseren we ons met een paar covers, sommige niet even voor de hand liggen. Billy was a preacher's son when his daddy went visit to come along. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. C'est toujours dangereux de mettre trois chanteurs dans une pièce. On sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, l'alchimie semble fonctionner. Ça reste très courtois. Ça va être intéressant de voir ce que Michel va faire également en arrangement. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Au moment dat om muziek gaat en au moment dat achter de piano gaat en dat gezongen wordt, dan is er een ander level die spreekt en dat is de level waar je die artiesten het best mee bereikt en dat is prachtig om te zien. Het is echt een eenmalige kans, denk ik, om dit te zien. Ik kijk eigenlijk vooral uit naar de dingen die we samen doen. Dat gaat gewoon heel leuk zijn. Ik denk dat het een spannende avond wordt voor iedereen. On verra. On sait jamais comment ça va se passer. Op zo'n moment dat ze zo'n orkest achter u begint te spelen, dan moet je eigenlijk echt zelf even uw emoties bij elkaar houden. En dat is niet zo simpel. De kracht dat daar uitkomt en ja, hoe ongelooflijk mooi dat is gewoon. Ik vind dat wel impact maakt, zoiets.